geen introductie nodig. Dit is het Rijksmuseum in Amsterdam. Onderkomen van vele bekende Nederlandse kunstschatten. Deze man heeft wel een introductie nodig. Dit is de heer Wijman. En juist vanmorgen is hij naar het Rijksmuseum gekomen om een uiterst waardevol schilderij op te halen en het veilig af te leveren bij de restaurateur. Op dit moment weet hij niet om welk schilderij het gaat. En ook niet dat hij wordt opgenomen met de verborgen camera. Laten we dat schilderij eens bekijken. Het is de nachtwacht. We zijn getuige van een zeer belangrijke gebeurtenis. Want dit is de eerste keer dat de nachtwacht buiten de muren van het Rijksmuseum kan worden waargenomen. Begeleid door bewakers van het museum. En door een zekere heer Trout, die het meesterwerk van Rembrandt naar eigen inzicht verpakt heeft. De bewaker vraagt de chauffeur voor ontvangst te tekenen. De heer Wijman draagt nu de volle verantwoording voor de nachtwacht. Ze proberen nu het waardevolle kunstwerk in de vrachtwagen te laden. Maar oh, de auto is te klein. Het schilderij kan er net niet in. En nu vragen ze zich af of ze om een grotere vrachtwagen zullen vragen of het schilderij dubbel zullen vouwen. Ook schijnen de heren te vergeten dat ze in een drukke straat staan te discussiëren. Natuurlijk realiseert meneer Wijman zich zijn volle verantwoordelijkheid. Maar toch blijft hij uiterst kalm. Want hij zegt... Ja, we hebben al koffie hier, denk ik, hè? Eh? We hebben hier al koffie, denk ik, hè? We gaan eerst koffie drinken, dan gaan we even overleggen. Dan werk ik overleggen.